Nou, ik denk zo doorgaan als de laatste weken. Ik denk uh, dat we weer als een team staan te spelen. En, uh, ja, we, we scoren nog steeds eigenlijk, uh, eigenlijk weinig en uh, ik denk dat we aanvallend nog steeds wel wat tekort komen. Maar wie weet als dat in de komende wedstrijden gaat komen, dat, uh, dat er weer punten gaan komen. Maar we staan nu weer als een uh, blok en als een team voor elkaar, dus ik denk dat dat sowieso punten op gaat leveren. Ja, jullie zijn overgeschakeld van systeem, van 4-3-3 naar 4-4-2, hoe anders is dat voor jou als middenvelder? Nou ja, voor mij valt het op zich wel iets mee. Alleen uh, ja, als je bal bezit hebt, dan, dan kun je natuurlijk niet, uh, niet echt die openingen naar de zijkant doen. Meestal had je dan Flow en Bukari aan de buitenkant of, of Rodney En dan kon je nog eens een opening doen. Maar nu is het, echt, uh, nu is het meer allemaal centraal uh, waar iedereen staat. Dus dat, dat is wel iets anders. Maar qua rolverdedigend uh, is, uh, is het niet heel anders. Gaan we voor de komende week is in die zin niet makkelijk dat jullie vooral uitspelen. Of zeg je, dat is gezien ons spel wel eigenlijk gunstig? Ja, het maakt mij niet zo heel veel uit of we uit of thuis spelen. Ik bedoel, we hebben uit volgens mij denk ik ongeveer net zoveel punten gehaald als thuis. En uh, ja, we krijgen ook gewoon een goede wedstrijd thuis. En het zijn allemaal ploegen rondom ons heen, en eigenlijk die iets hoger dan wij staan. Dus ik denk dat het voor ons alleen maar positief is. Want tegen dat soort ploegen, dan, dan zijn we eigenlijk beter dan tegen de lage ploegen. Dus uh, ik zie het met heel veel vertrouwen tegemoet moet ik zeggen. Uh, tot slot. Een aantal fans maken zich toch wel zorgen over RKC. Omdat jullie niet zo heel hoog boven die streep staan voor de play-offs. Kan je ze geruststellen? RKC gaat niet degraderen? Uh, ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in. En uh, dat zouden zij ook moeten hebben. Ik bedoel, uh, ik snap wel dat ze de afgelopen 2,5 jaar heel erg verwend zijn. Maar we moeten natuurlijk ook wel realistisch zijn dat wij de laagste begroting hebben. En. Uh... Ja, ik denk niet dat ze een te hoog verwachtingspatroon moeten hebben. Al snap ik dat wel na de afgelopen 2,5 jaar. Maar laten we wel gewoon weten dat wij RKC zijn. En we zijn niet uh, iemand die, uh, een club die een begroting van 10 miljoen heeft. Dus ze moeten ook wel een beetje realistisch blijven kijken en ons gewoon steunen in iedere wedstrijd. En uh, als dat gebeurt, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij, uh, dat wij erin gaan blijven. En Dick ook.